En dat is een doelpunt. Goed naar de hoek gekopt. En dat is een doelpunt van Elliot Moore. De centrale verdediger samen met Schuurmans eigenlijk de grootste spelers op het veld. En het is 0-1 voor de bezoekers en je kan het eigenlijk alleen maar verdiend noemen. Goed balletje. Dit is misschien wel de 0-2, jawel. Kijk eens aan. Dan gaan ze er als een mes door boter. Maartens die de 0-2 maakt. En zo OHL op roze hier op Schiervelde. 22 minuten gespeeld. Godwin die erachteraan moet. Wacht op aansluiting, maar die komt er met Hurst. Als die bal naar de tweede paal kan, kan het misschien wel gevaarlijk zijn met Kapuchka. Kan uithalen, goede trap en prachtig doelpunt. OHL op de counter, 0-3. Ja, gaat daar maar tegenaan staan als Roeselaar. Knap doelpunt hoor. Goed uitgespeeld. Ja, kijk alweer. Dat zou te onzorgvuldig zijn. Dit is misschien wel het vierde doelpunt. Jawel, 0-4. Helemaal gedaan. Al na 45 minuten. 42 minuten zelfs in de wedstrijd. Foutje daar van Wouter Biebouw. En dan is het Jarno Liber die het vierde doelpunt voor de bezoekers kan maken. En dan beginnen ze toch echt wat te morren hoor. De supporters hier. Hier meteen aan de bal. De invaller Sammy Kelly kan meteen een doelpunt maken. U weet, net op de deklat. Actie nog niet voorbij. Hubert gaat nog iets uithalen. Bal dan toch weggewerkt. Opletten nu. Jagan met de harde trap. En Gillik is goed gered. Dat was niet makkelijk. Heel wat spelers voor zich. Goeie redding. Harde trap, maar een afzwaaier.